Hey beste kijkers van GonzieGames, welkom bij een nieuwe Socialcraft. Ja, het is eigenlijk de allereerste Socialcraft, tenminste onder de naam Socialcraft. En ik ben alleen. Ik ben in mijn eentje. Nou ja, ik heb maar gelukkig mijn hondenvriendjes nog natuurlijk, dat is het wel. Maar ik ben helemaal alleen. Ja, helemaal alleen. Zielig hè? Ach ja. Nee, dit is eigenlijk de eerste titel dat onder Socialcraft... verder gaan, ja, die andere laat ik gewoon Team Survival noemen. Ik ga hier een speciale afspeellijst voor maken. Dus dat wordt gewoon Socialcraft. Ja, dus ja, wat ga ik vandaag eens even doen? Het is wel een mooie dag. Ik denk dat ik eerst de farmers even ga doen. Standaard iets eigenlijk een beetje. Chill. Want volgens mij is alles wel een beetje goed. Ja, kijk eens. Kijk eens. Anders hebben we geen eten weer natuurlijk, hè. En natuurlijk ook weer in planten, dus dat is makkelijk. Zo. Nee, ja, het is alweer een tijdje geleden dat jullie een upload van mij hebben gezien van Socialcraft. Ja, ik ben ondertussen met verschillende dingen allemaal bezig eigenlijk, om zo te zeggen. Dus ik ga eerst het geluid even, net even wat zachter zetten, want anders klinkt het zo hard. En dat klinkt natuurlijk niet prettig voor jullie. Oh, als ik een poison potato. Nee, we zijn weer, ja, we hebben gewoon even tijdelijk even een stop gehad en zo. Dus, maar we gaan weer gezellig verder met Socialcraft. Ja, ik ben nou, ja, wat ik zei, ik ben vandaag even alleen, de rest was geloof ik even bezig ofzo, ik weet niet wat. Ik zie dat ze daar ook weer bezig zijn geweest, het is helemaal super. Dus ja, even kijken, gezellig even farmen vandaag in ieder geval. Dat moet sowieso gebeuren. Nou, waar dit betekent, als het goed is, zijn dat de carrots. Ja, kijk eens, de carrots. Misschien moet ik dit toch gewoon een keertje automatiserend maken, dat is natuurlijk altijd veel makkelijker. Zo, de worteltjes er weer in. Zo. In ieder geval laten ze weer een voorraadje eten. Voor de lang. Meestal pakken ze het wel weer buiten mijn kisten weg. Ach ja, vind ik ook niet erg. Het houdt je bezig in ieder geval. Maar ja, deze aflevering telt ook nog even voor. Ik ga namelijk, ja. Haha. Ik ga 2 kijkers uitnodigen die mee mogen doen met Socialcraft. Dus lijkt je tof om mee te doen. Denk je van, hey. Laurens, ai, kies mij, ai, kies mij, ik wil meedoen, ai. Nou, laat maar achter in een reactie, wie weet kies ik je wel uit hè, je weet het maar nooit, je kan het zomaar doen en er zijn. Nee, ik heb allemaal melons, ik dacht ik hier gewoon melons had. Nou ja, uncooked food, daar plaatsen we de worteltjes in. Dan hebben we hier de potatoes, nou die klappen eerst hier ook alleen tijdelijk in, want het zijn er maar, oh het zijn er wel genoeg zo te zien. Ja, dat had ik niet verwacht. Nou, dan plakken we die, dan gaan we even kijken in de ovens, kijk die zijn klaar. Dat doen we gewoon zo, de helft daarin. En nou weet je wat, voor mij moet het wel allemaal in één blok kunnen. Dat is net zo makkelijk natuurlijk, anders is het ook weer zonder. Maar dan hou ik mooi de poison potato, heb ik helemaal niks aan, die kan wel weg. Ja, wat ga ik eens even, ja ik ga jullie even een kleine rondleiding laten zien wat het er nou toe allemaal staat. Dit heeft volgens mij Joey gebouwd, als ik het goed heb. Dit, ja, dit is een mooi gezellig park, lekker visje. Lekker gezellig onder een parasolletje, pilsje erbij, of wat je ook maar drinkt, maakt ook helemaal niks uit. Maar ja, dit hebben jullie volgens mij nog niet gezien. De laatste aflevering was ik met Joey aan het, ja, aan het dingen aan het exploderen laten. Dus. Maar ja, wat is daar nou van gekomen? Nou, daar kom ik zo meteen wel, daar zijn we ook mee bezig geweest. Wauw, koetjes! Allemaal nieuwe koetjes. Nou ja. Dit hebben we dus neergezet. Om venters eromheen. Ja, want we hebben toch leer nodig. We hebben eten nodig. Ze hebben van alles nodig. De varkentjes zijn hier gekomen. Hier moet alleen nog even een trap gemaakt worden richting Daan. Dus dat moet allemaal nog gedaan worden. Ja, dan hebben we hier mijn paardjes. Mijn mooie paardjes. Mijn black beauties. Jazeker. Oh, nou, deze is dan bruin. Maakt helemaal niks uit. Sugarcranes is precies hetzelfde. Maar hierboven zijn we ook bezig geweest. Ja, dit moet nog allemaal verwerkt worden. Dus dat komt allemaal goed. Want hierboven hebben we allemaal... schappies, allemaal nieuwe schappies, allemaal leuke schappies. Hebben we hier ook al een roze invasie ofzo? Allemaal roze schappies. Hallo schappies. Rode schaapjes. Nee, hier komt de schapenfarm. Dit hier wordt nog helemaal, helemaal vermaakt. En we hebben besloten om even kijken, als het goed is, Hero. Gaan we langzamerhand per aflevering. Gaan we natuurlijk... gaan we hier een storage room maken waar gewoon een centrale punt komt waar iedereen gewoon, tenminste... waar alle voorraden komt, ja, je mag het ook in je eigen huizen douwen, geen probleem meer. Het is gewoon een beetje een sociaal gevoel als je het hier natuurlijk niet zegt. En dat doe ik ook veel leuker. Daar woont Joey natuurlijk, dat weet iedereen wel. Ja, wat ga ik het vandaag nog eens aan doen? Ik zit even te denken van, goh, ja, wat kan ik nou eens aan doen? Kan ik gaan mijnen? Mijnen? Nou ja, ik heb een Breaking 3. Wow, ik denk dat ik... Of ik ga even hout hakken. Ja, we hebben ook wel weinig bomen hier. Ik denk dat ik dat even ga doen. En ook even kijken, ik hoop dat ik tenminste nog saplings heb. Dus die ondertussen ook niet zijn weggehaald. En decoratie saplings. Nou, we hebben ook... Daar ook weer bomen van gebruiken. Dus ik pak die ook gelijk er maar bij. En... Acacia hebben we volgens mij op die ene berg staan. Maar we nemen gewoon allerlei soorten saplings nemen we mee. Zo te zien moet ik ook even gaan hakken. Want ik heb te weinig oak. Even kijken. Als we hier nou ergens een dark oak neerzetten. Hier ongeveer. 1, 2, 3, 4. Nou, daar eentje. Nou, haken we dit einde weg. Dan zetten we hier ook maar één neer. Mooi hout trouwens om mee te werken. Vind ik persoonlijk dan, hè. En dan kan volgens mij hier ook nog wel eentje komen. Oh ja, er staat ook nog een netherpoort. Dat kan ik binnenkort ook wel eens even doen. Even de net erin. Daar ben ik helemaal nog niet geweest namelijk. Zo. En natuurlijk binnenkort komt er een aflevering over The End. Ja, dan gaan we gezellig de End in en zo. Gaan we de Ender Dragon verslaan. En natuurlijk ook voor die Endstone. Daar kan ik altijd wel leuke dingen mee doen. Dus dat komt allemaal wel in orde. Ik zie daar nog een schapje. Ik zie daar een rode schapje. Hallo rode schapje. Hallo. Ja, ik loop hier gewoon in het rond en ja. Why not? Let hem. Ik denk dat ik hier ook nog een mooi boompje ergens kan neerplaatsen. Heb ik jou nou hier neerzet? Zo. Nee. Wel grappig, dat is gewoon... Anders groeien ze niet. Ze moeten echt zo bij elkaar. Acacia bomen. Ik denk dat ik binnenkort toch ergens maar een tree farm moet maken. Ik denk dat ik gewoon een takenlijst in mijn huis ga neerzetten. Zo'n bord met dit moet gebeuren, dat moet gebeuren. En aan elke aflevering ga ik gewoon iets doen. Ja, of jullie moeten natuurlijk iets leuks vinden. Dat jullie zeggen van, hé, Laurens, ga dit even doen of ga dat even doen. Kan altijd natuurlijk, geen probleem. Even kijken. Ik vind het op zich ook wel een grappige boom. Misschien is het wel leuk om het... Oh, zo doen. Hier eentje. Oh nee, die zit natuurlijk als we met een trap. Dat moet ook maar niet. Misschien nou ergens eentje neerzet. Mooi bij het water. Dan hebben we weer echt een palmboom effect. Dat is natuurlijk altijd leuk. Dan zetten we daar eentje neer. En dan zetten we hier eentje neer. Dat is eerst wel in voldoende. En weer ook, ja, in principe hebben we daar natuurlijk ook allemaal bomen. Dus ook hoef ik bijna niet neer te zetten. Maar ja, om altijd zo'n pokpijn te lopen, dat heeft natuurlijk ook geen zin. Dus we zetten mooi daar eentje neer. Ja, daar zit er eentje neer. Nou, dan gaan we mooi met hout hakken, denk ik. Ik heb nog toortjes bij me. Dus ja, het begint een beetje donker te worden. En, what the fuck. Waarom ga ik gewoon even slapen? Ik ben toch alleen op een server. Ja, we hebben genoeg roze schaapjes. Zo. In de fik, jij. Ja. Gaan we lekker slaapje doen. Ja, we gaan lekker slaapje doen. Zo. Slapen met die hap. Zo. Gezellig. Lekker slaapje doen. Ja. Nou, dan gaan we eens even boompjes hakken. Want volgens mij heb ik helemaal niet meer zoveel. Oh, dacht ik. Even kijken hoor. Gravel, wood heb ik hieronder. Nee, zie ik heb weinig oak. En met oak bouw je bijna toch het meeste hier. Ja, ik wil nog met die particle hier langs wil ik nog iets moois maken, een rand of zo. Misschien is het wel mooi om hier wheat langs te doen. Als we hier nog één laag doen, dat we hier wheat omhoog maken met allemaal water naar beneden. Ik denk dat we dat gaan doen. Dat lijkt me wel een tof idee. Dus even kijken. Hallo meneer. Wat heeft u een mooie armor aan? Gaat u dat ook voor mij droppen? Ha, kijk eens. Nou, daar kan ik vast en zeker iemand mee blij maken. Maar vanaf nu gaan we even wat boompjes hakken. Zo, oh, ik hou van mij. Ik hou echt van deze ex. Want het heeft Efficiency 5, Unbreaking 3 heeft me wat boeken gekost. Heeft me wat een chance gekost. Maar ja, mob spawnen moet ik trouwens ook nog maken. Waarom ga ik... Ja, weet je wat? Ik ga gewoon in deze aflevering ga ik ook nog even ondertussen een bot maken waar ik alles neerzet. Een chest. Zit erin? Dirt. Dat lijkt me ook wel een tof idee. Misschien ga ik dat ook wel in doen. Dan ga ik gewoon nog even wat meer hout halen sowieso. We're getting wood. Ik ben houthakker en ik ga nou hout halen. Tralalala. Hout. 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 Ja, kijk. Daar staat een mooi boompje. Pak ik weer eens die maar even. Even kijken. Ja, maar ik ga jullie ondertussen even vertellen over die twee invites. Wie ik jullie weggeven. Ja. Hoe kan je die invites winnen? Simpel zat, je moet geabonneerd zijn op GonzieGames natuurlijk. Maar abonneer dan ook even gelijk op de rest wie meedoet. Deze video moet een like voor jou hebben. Deel hem ook even op Google Plus natuurlijk, dat zou ik helemaal topje vinden. Voor de rest, ja, lijkt het je echt tof te joinen. Laat even achter in de reactie, laat even een goede reactie achter. Dat je denkt van, hey, ik wil daarom joinen, want ik wil dit toevoegen aan de server. Degene die echt het beste opmerking heeft, of wie het echt, dat ik echt denk van, yo, hey, gast, dat moet het worden. Dan mag jij joinen, hey. Dat mag. Dat vind ik helemaal goed. Dat is wel een goed punt, lijkt mij. Ja, dat gaan we gewoon doen. Maar voor de rest, ja, ik ga gewoon nog even mijn boompjes hakken. Deze nog even weghakken. Moet allemaal gebeuren. En zo te zien was Jerry. Hallo, ik ben aan het opnemen. En Jerry is weer dood. En zoals gewoonlijk, Jerry in een opname, gebeurt er altijd weer wat. Ik zei al tegen de kijkers, als jij online komt, gebeurt er altijd wel wat. Ja, dat is hem. Dat zit er neer. Even kijken, dit is weg, dit is weg. Dit hebben we weghalen, want anders voor die boven is het goed. Maar dan ga ik even een opdrachtenbot maken. Dat lijkt me wel een leuke doel voor nou. Dat ga ik sowieso even doen. Kijken. Mooi boompje. Ja, even kijken. Waar ga ik hem maken? Ik denk dat ik boven wel genoeg ruimte heb. Op zich, ja. Nee, ik heb de jump table heb ik boven staan. En op zich. Ja, ik moet hem hier ergens maken, maar dat lijkt me ook stug. Ik kan hem natuurlijk hier ook ergens maken. Of ik maak hem onder. Ik zeg in mijn kelder. Dat ik hem hier ergens ga maken. Ja, dit ga ik hem denk ik gewoon maken. Dat lijkt me wel een tof idee. Ja. Ik zal het Jerry even gooien. Zo. Voor de pimp van de mountain. Zo, ei, wow. Blitz, man. Oh, blitz. Slaakgeblek. Ja. What the fuck, ik wil een enderman. Nou ja. Oké, ik heb hier dus bijna alles staan, maar ik heb hier nog geen crafting table. Die kan ik ondertussen wel even maken. Even kijken. Even zien. Zo. Hoor ik nou een enderman? Volgens mij wel. Ja, ik denk dat die crafting table gewoon hier lekker tussenin zit. Dan ga ik even wat signs maken sowieso. Even kijken. Nou, even. Zo. Nou, dan pak ik gewoon de helft. Nou, dat is ook weer te veel. Pakken we daar ook even de helft van. 16. Misschien dan doen we zo. Tenminste, ik weet niet hoeveel er komt. 10 denk ik. Zo. Denk jij wat ik denk? Bitch is gonna love my whip. Denk jij wat ik denk? Nee, dat denk ik zeker niet. Hoe gaan we dit noemen? Ik denk gewoon hier neergezet en aan het takenbord. Ja. Slash taken. Oh, aken, dat klopt niet. Ik zei takenbord. Zo, dat doen we gewoon. Takenbord. Belasting. Ik wel, belasting. Ja. Ja, Jerry is een soort, hoe noemen we dat? Belastingsiets, geval, claimer, iets van de server. Dus ja. Weet je gek van. Maar wat hadden we ook weer? Voor de aflevering. Wat gaan we zo doen voor de ik sowieso net erin. Dat was het eerste wat ik sowieso even ga doen. Wat zou ik nog meer maken? Oh ja. Voor mij lijk ik een beetje, want het duurt een tijdje voordat ik de bot neerzet. Bij de schapen. Weed. Of bij de schapen. Ik zet wel bij de schapen bezig. Netjes maken. Oh, ja, dat weet ik precies wat ik moet doen namelijk. Wat hadden we nog meer? Oh ja, tree farm moet er ook nog komen. Tree farm, zo, tree farm. Hallo? Hallo? Ik zou het zeggen. Voor mij lijkt de server een beetje. Heel vreemd. Nou weet je wat, dat doe ik voor mijn tree farm. Voor de rest weet ik zo snel niet. Ja, paden maken natuurlijk voor wel eens, maar ja, voor de rest... ik, ja, dit is iets wat ik gewoon laat. Weet je wat, dan zet ik gewoon even hier een kistje neer nog bij. Speciale kisten voor. Zelfs netjes. Ik zet daar nog een kistje neer. Dan zet ik daar de signs moe in. Zo, dan weet ik in ieder geval altijd wat ik moet doen. En dan leggen we daar die in. Ik heb gunpowder. Dit is ook mijn enchantment room. Oh ja, natuurlijk. Helemaal vergeten, enchantment room. Dat begint natuurlijk niks van de brewing stand. Ja, daar moet ik sowieso net in. Dus op zich maakt dat dan niks uit, maar ik zet er even neer. Brewing. Oh, brewing stand. Maken. Zo. Ja, en vooraan natuurlijk. Dat is ook weer gedaan. Dan ga ik even naar boven, want ik heb nog allemaal dirt er zo bij me. Dus dat kan ik even allemaal in de kist droppen. Even kijken. Hier hebben we nog gravel, dus dat kan daar naartoe. Dirt. Wood hebben we nog. Even kijken. Wood, graf, wood. Ja, hier doen we dat hier mooi in. Even zien, doen we daar alle wood mooi in. Zo, dat is mooi netjes. En dan ga ik bij deze ga ik de aflevering. Ik heb last vlakgeblek. De aflevering afsluiten. Hey mensen, bedankt voor het kijken. Dus ik zeg nog een keer, like jullie tof om te joinen. Laat even een goede reactie achter. Deel deze video even op Google Plus. Like de video natuurlijk even. En dan zie ik jullie bij de volgende Socialcraft. En ik zeg later.